daar zit hij verstopt. Nog eentje. I'm not afraid to die.
willen we zo meteen meer van hem eerst luisteren naar Boa. Super, super tof. Maar huur je uit zit dat? Ja, Amsterdam FM. Ik weet niet meer precies wat de constructie is met Amsterdam FM en de OBA. Maar Amsterdam FM is dus een radiozender en onderdeel van Salto. Okay. En de studio is ook van OBA Live, dat is deel van Radio 5. Zij zitten hier in de avond, maar wij kunnen er in de middag gebruik van maken. En Amsterdam FM heeft ook nog andere programma's op andere tijdstippen op de eerste verdieping. En is dit dus hetzelfde? Ik vroeg het net ook aan Vincent, denk ik, geloof ik. Aan iemand die net zo. Aan Lex. Ja, toch Lex, ja, oké. Okay. Ja. Ik vroeg het net aan hem of dit ook AT5 is. Of dat het hetzelfde nee, is. Nee, dat niet. Dat is anders, hè? Dat ja. is anders, ja. Dat is los van AT5. Ja. Ja. Ja, nou prima. Ja, helemaal goed. Maakt mij helemaal niks uit. Helemaal goed. Stuur je in de afloop ook nog de audio door. Kan je zelfs nog koppelen aan beelden die je hebt. Dan heb je misschien nog een paar goede filmpjes voor YouTube. Helemaal te gek. Ja, ja. Dat ding neemt heel goed op hoor. Dit is ja, het is 4G toch? Ja, 4K. Ja, klopt. Ja, het is een heel goed, echt een heel goed apparaat. Ja. Echt, geen spijt van. Nee, het is wel bijzonder. Voor een paar honderd euro heb je een 4K camera. Ik heb er 5 voor betaald, bijna. 84. Maar ze zijn ja, nu inmiddels gedaald naar inderdaad 300 max. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, heerlijk zeg. En dan ging heel even wat mis met, die, met dat spelen, maar gaat even één akkoord. Merkte ik niet eens. Nou goed zo, fijn. Het valt altijd minder op dan je denkt. Mm. Nou, fijn. En jouw vader is ook muzikant? Dichter. Oké. Okay. Ja, spoken word artiest. En wat is jouw interesse in muziek? Ik begon eigenlijk als tiener met rappen. En dat was misschien wel enigszins ook met mijn vader. Mijn vader begon een spoken word groep The Last Poets in de VS vroeger. En die staan bekend als een soort grondleggers van rap. Mm-hmm. En ik luisterde naast dat ik rapte ook veel naar Bob Dylan en zo in die tijd. En op een gegeven moment ging ik gitaar spelen. En toen kwam ik dus in de singer-songwriter scene terecht. Ja. We hadden er veel met een focus ook op de tekst. Mm-hmm. Maar dus ging meer liedjes maken. Oké, okay. Maar de, is het niet erg dat hij hier is persoonlijk? Nee, er zijn wel meer mensen die geluid maken dan ja. Ze ook studio. Dat is waar, ja. Dat is waar. Oh, goed zeg. We hebben over 1 minuut nog een live nummer en dan daarna nog een stukje gesprek. Ja. Ja, en daarna nog één. Ja, daarna nog een live nummer. En daarna geen gesprek meer? Niet echt, twee keer interview en 4 keer zingen. Ja, helemaal top, dank je. Pearl City is de naam van deze. On and on and on.
Live, dat is geloof ik het song van via Bro Half-Hype, oprichter van de Songwriters Guild. Daar hadden we het kort nog eventjes over. Het is een hele grappige manier waarop jullie paden elkaar als het ware eerder hebben gekruist. Ja, dat is waar. Bro Half-Hype heeft ook zijn roots in Suriname liggen. En wij werden met een busbedrijf, een taxibedrijf eigenlijk vervoerd als kind zijnde. En dat was Half-Hype. Die heette Half-Hype. En toen vroeg ik aan Ro, ben jij familie van? Hij zei ja, ongetwijfeld. Want we zijn gewoon, er is maar één. Kijk, mijn achternaam is Linger. Er zijn er meerdere van. Dus er meerdere takken van. Maar Half-Hype is echt één clubje, zeg maar. Dus, maar het gaat nog verder. Want het mooie is, hoe kom ik bij Half-Hype terecht? Ik was bij Westergas gaan solliciteren met Terras en om een keer weer op te treden daar na lange tijd. En toen gaf de bedrijfsleider, die gaf mij Ron Halfheid een e-mailadres. En toen hij mij e-mail kreeg, toen ik verwees naar mijn site At At Night, toen zei hij, ja maar jij speelt alleen maar covers, hè? Ik zei, ja, ook helemaal niet het idee wekken dat hij dat afkeurt of zo, absoluut niet. Maar hij constateerde dat ik alleen maar covers speelde. En toen zei ik, ja, dat klopt. Hij zei, ja, maar wij boeken eigenlijk alleen maar eigen nummers. En misschien dan twee covertjes op die woensdagavond in het Beste Gastenrad. Maar, dus ja, dat wordt wel moeilijk. Toen zei ik, nou weet je wat, ik stuur je Pearl City toe. Dan heb je een idee van wat ongeveer mijn liedjes inhouden. Ja. Nou, dat nummer wat ik net gespeeld heb, dat heb ik toen aan toegestuurd. Dat heet dus Pearl City. En hij was gelijk enthousiast. En toen heeft hij me gevraagd van, goh, heb je zin om mee te doen in Osdorp aan een kerstmarkt? Ja, zo is eigenlijk ons contact verder gaan groeien. Want het was ook geweldig leuk om te doen. Leuk. Net als dit. Dit vind ik ook heel erg leuk om te doen. Daar heeft hij dus ook voor gezorgd. Dus, er zijn al meerdere optredens uit voortgekomen. Blijkbaar, ja. Er staan nu 9 maart gepland in het Beste Gastenras ook weer. Dus, ook goed om te zeggen. Dus 9 maart alvast voor de mensen die luisteren en je live willen zien. 9 maart.